Goeiedag allemaal en uh, welkom bij deze vlog deze middag. Um, vandaag een keertje binnen, juist niet buiten. Om een aantal redenen. Ik heb namelijk een foto waar ik met jullie over wil hebben, die ik wil editen. En dat wil ik jullie laten zien. En dat komt onder andere dat ik die foto heb omdat ik een video heb die helemaal niks werkt. Wil jij zelf oefenen met de foto's die ik in deze video gebruik? Op mijn patje af vind je de raw-bestanden van deze foto's. Doe je maandelijks mee met een fotocritiek of edit sessie, krijg je korting op workshops en word je uitgenodigd voor halfjaarlijkse meetups. Schrijf je in op patje.af/petenolte en download de raw-bestanden. Nou, ik had dus een video gemaakt over de Campina in Brabant, Noord-Brabant, in de buurt van Tilburg, waar ik voor de eerste keer was en op zoek was naar composities. Nou, deze foto die ik heb gemaakt heeft misschien helemaal niet zo heel veel te maken met de Campina. Maar die zag er best wel top uit. Helaas is eigenlijk alles ja, tijdens, deze, uh, tijdens dat ik dit aan het filmen was en daarna is volledig uit focus geweest. Dus dat ja, was gewoon te slecht om te laten zien. Maar ik heb nog wel een mooie foto waar ik het over wil hebben. Gelukkig, het stuk waarin ik deze foto maak, of in ieder geval ertoe kom, is nog redelijk. Dus daar gaan we eerst even naar kijken. Daarna gaan we deze foto bewerken. Zoals altijd is het tijdens dit soort momenten, zoeken naar compositie, zoeken naar mooie contrasten. En ik begin hier misschien al wel wat te zien. De zon komt mooi op vanaf de zijkant tussen de bomen door. En dat geeft een hele mooie oranje gloed. Maar ik denk dat dat maar heel kort gaat duren. Dus we gaan heel snel kijken of dat we daar iets van kunnen maken. Zo ziet het in ieder geval heel erg mooi uit. Ik wil niet altijd zeggen dat het een mooie foto is trouwens. Hè? Oh. Niet verkeerd. Normaal uh, heb ik het natuurlijk over eerst rustig zoeken naar compositie, daar statief op zetten. Maar in dit geval, get it. racen, snel op zoek naar compositie. Dit licht duurt. Uh, dit, is twee, uah, dit is twee, drie minuten licht. Dan is het weer verdwenen. Dan is die zon zo ver gedraaid. Elke compositie die je nu vindt. Niet meer bestaat. En ik heb al wel een idee, dan ga ik nu snel fotograferen. Dan ben ik zo bij jullie terug. Ik denk dat dit idee uh, heel aardig is zo, maar dat de balans gewoon nog niet heel goed is. Het is. Even opschieten. De zon komt zo prachtig vanaf de zijkant erin en het is net een beetje mistig, waardoor je ook weer die prachtige lichtstralen door het bos heen krijgt. Ik ben nu weer twee dingen tegelijk aan het doen: aan het praten en aan het fotograferen. Dus het uh, kan zijn dat het praat ons wegvalt. Um, maar dat probeer ik te vangen. En er zijn een aantal horizontale bladen. Ja, takken zeg maar ten opzichte van de rechte boom. Wat ik ook altijd heel prettig vind in een compositie. En ik probeer hem op F16 te fotograferen. Die zon zit zo net ergens achter. Dus ik hoop dat dat een mooie ster wordt. En dat werkt het beste op een hoger F-getal. Dus op F16 ongeveer. Ja, ik moet nog even verder zoeken. Ik ben hier nog niet helemaal tevreden over. Maar hey, voor een nieuwe locatie zit best een prima begin. Ik ga even verder zoeken. Praat ik zo meteen weer verder? Oké, okay, ik denk dat ik het voor die foto gewoon zo laat zou, zoals het is, terwijl ik niet echt te veel de zon in heb gekeken. Er is echt zo'n felle plek in mijn gezicht, hè? maar goed, oké. Okay. Um, dus die foto is gewoon goed, zo denk ik, voor een allereerste keer hoe de zon erheen valt. Ah, het is echt nog heel mooi trouwens, het valt mee hoe snel dat licht voorbij ging. Maar voor een allereerste keer op deze locatie vind ik dat een prima begin. Nou, de foto die we gaan bewerken is eigenlijk niet degene die ik jullie in de vlog heb laten zien. Ik was nog een beetje door aan het zoeken, ik was nog niet helemaal blij met de compositie die ik had in de vlog. Um, dat gebeurt vaker, ik mocht wel tegen jullie praten en soms uh, bedenk ik me daarna pas wat ik wil. En daarbij kwam ik op deze foto die ik uiteindelijk heb gemaakt. Maar zoals je zo ziet, fotografeer ik hier recht tegen de zon in. Nou, dat was ik daarvoor ook al aan het doen. En het is gelukt om een zonnester erbij te hebben. F16 ongeveer, mooie ster. Maar in de foto die ik nam, dat is deze, kan ik jullie zo even laten zien. Zitten er ontzettend veel flares in mijn foto. En dat vind ik eigenlijk erg afleidend in dit geval. Ja, en daar is gewoon niks aan te doen. Je kan niet met een zonnekap gaan werken ofzo. Want ja, die zon komt recht van voren. Maar er is één ding wat je wel kan doen. En in dit geval heeft dat gewerkt. Wat ik namelijk heb gedaan, is precies op het moment dat ik die foto nam. Ik heb deze eerst genomen trouwens, een HDR Bracket. Daarna heb ik nog een foto gemaakt waarbij ik mijn vinger precies voor de zon heb gehouden. Waardoor die zon geblokkeerd wordt voor mijn camera en ik dus ook geen lensflare meer krijg. Zoals je ziet, zitten er eigenlijk op die plekken waar de lensflare zat, is die helemaal verdwenen. Nou, ideaal, helemaal goed. Maar ja, nu heb ik een foto met mijn vinger in beeld en een foto met mijn vinger niet in beeld met lens flare. Nou, hoe gaan we dat nou aanpakken? Dat ga ik jullie laten zien. Dus laten we snel de, lab, de computer, laptop in ieder geval, uh, induiken. Nou, ik ben alvast, uh, ik heb alvast wat voorwerk gedaan. Ik heb deze foto samengevoegd in twee HDR bestanden. Deze en deze. Nou, zijn ze best wel bijna gelijk in belichting, maar je zal merken dat de foto met mijn vinger ervoor een heel stuk donkerder is eigenlijk. Nou, de stappen die we gaan doen in ieder geval is uh, eerst de foto bewerken zoals ik wil dat hij eruit ziet uiteindelijk, degene zonder vinger. Dan gaan we die instellingen kopiëren naar de foto met de vinger en dan gaan we ze daarna matchen en samenvoegen in Photoshop. Dus nou, laten we beginnen om met deze foto deze HDR te maken, zoals, zoals ik hem uiteindelijk wil dat hij eruit ziet. Ja, ik vind mijn hooglichten eigenlijk wel wat erg licht. Als ik die terugtrek, krijg ik net iets meer detail ook hier. Maar ja, je zal merken: heeft niet zoveel nut. Maar goed, komen we straks wel op. Want um, Als ik de schaduw open ga trekken, is dit eigenlijk het maximale wat ik heb in mijn schaduw. En ik vind eigenlijk wat aan de donkere kant. Ik vind het lekker als dit soort foto's. Nou, zoals je ziet wel in het eindresultaat, hè. Gewoon fel zijn. Het is uh, vol in de zon, lekker frisse morgen. Dat mag van mij heel fel zijn. Nou, en dat is dit nog absoluut niet. Dus, nou, wat we gaan doen, is er gewoon de belichting omhoog schuiven. Nou, twee is bijna te veel. Laten we wel zoiets. Zo. iets in uh, deze richting ongeveer, vind ik wel lekker. Nou, wil ik nog een beetje spelen? Je ziet nu, je dus daar achter, hè, dat al mijn hooglichten. Volledig overbelicht zijn. Ja, ik kan hem wel weer lager trekken. Maar dan ben ik eigenlijk dat hele felle kwijt. Dus dat laten we gewoon uh, voor wat het is. Ik kan nog met mijn witte tint een beetje compenseren. En mijn zwart mag voor mij nog wel iets lichter. Ik hoef in dit soort foto's wil ik niet zware schaduwen. Ik wil gewoon dat die licht en luchtig is, die foto. Nou, iets in deze komt rijden. Is wel mooi, denk ik zo. Nog even spelen met de helderheid. Klein beetje toevoegen. Als ik te ver ga, nou, dan wordt het heel hard. Hier is overal in het midden, ja, gaat niet zo goed. Dus die mag wel wat lager. In de tussentijd beginnen de katten een beetje te spelen. Hier ongeveer denk ik. Zo. Klein beetje textuur. Die blaadjes hier in de voorgrond ook mooi eruit komen. Ziet er goed uit. Klein beetje levendigheid. Niet te veel weer. Net even een beetje, zodat het wat meer meekrijgt. Nou, dat is al heel aardig. Ik vind hem nog erg geel. Dus ik trek een klein beetje blauwe erbij. Maar zoals je al zag in de, in de video van de netten, het was ook heel geel en best wel oranje zelfs eigenlijk. Dus op zich vind ik het niet erg. Hij hoeft ook weer niet helemaal uh, eenmaal aan de blauwe kant. Dit zou een paar uur later zijn. Maar daar waren we niet. Waar, uh, hier ongeveer, denk ik. Dit soort licht hadden we. Klein beetje paars erbij. Zoiets of zo. Ja. Dat ziet er denk ik best aardig uit. Dus die is vergelijken met deze foto. Is al best wel goed. Deze vind ik misschien net even wat te oranje. Dus uh, vind ik hem zo eigenlijk wel goed. Oké. Okay, um, wil ik hier nog een kleine verbetering in toepassen? Nou. Ja, minimaal denk ik. Klein beetje omlaag nog wel licht, niet te veel. Zoiets ongeveer. Ik heb hem net even iets contrastrijker gemaakt. Ik ga niks doen met de kleuren. Nou, wil ik hem misschien een beetje meer oranje maken? Nee, nee. Dat wordt al snel uh, al snel helemaal niks. Goed, laten we lekker wat het is. Klein beetje verscherpen. Laten we lekker aanstaan als het is. Wel even een maskertje eroverheen om te zorgen dat dat er netjes uitziet. Dat hij niet uh, dingen scherp maakt die ik niet wil. Vignet gaan we achteraf doen. Oké, okay, prima. Dan ga ik hem ook nog even bijsnijden. Want ik wou hem graag in 16 bij 9 hebben. Even goed op mijn zijkantje letten. Er ligt hier een steen of een uh, stuk hout in de voorgrond. Die wil ik er precies op hebben. Hier die tak een beetje zo. Nou, ik ken net denk ik. Als ik die iets meer afknipt, wordt dat beter. Ik denk dat die zo heel erg, heel aardig is. Zo. Nou, een klein beetje in deze contrast zit hier net die boom, een beetje gek zo. Kun ik dat eraf knippen? Zo, laten we hem gewoon even zo laten. Prima, dan heb ik nu de basisbelichting die ik wil. Dan kunnen we dit allemaal kopiëren naar die foto waar ik mijn vinger voor heb gehouden. Dus door Ctrl-Command-C alles kopiëren. Ook uitsnijden zodat het precies hetzelfde is. Ctrl-V, Command-V, zo. Oei. Dat is niet helemaal wat we willen. Dat is een heel stuk donkerder dan deze foto. Als we hier nou uh, die plekken samen gaan voegen, ja, dan heb je opeens een heel donkere plek, een donkere vlek in je foto. Dus hiervan gaan we de belichting nog eens wat verder omhoog trekken, zodat die gelijk is zo gelijk mogelijk is aan deze belichting. Even, even aanvoelen. Oké, okay. nou, helemaal mooi. Dan gaan we nu naar de belangrijkste stap hier zo. En dat is dat we beide bestanden gaan openen in Photoshop. En dat gaan we doen, bewerken in, open als lagen in Photoshop. Oké, okay, nu heb ik twee foto's openstaan hier in Photoshop boven elkaar. Ik ga even de foto zonder vinger onderop zetten. Nou, je ziet dus, ik heb een vinger, foto met een vinger, die wil ik niet. Maar ik ga deze stukken wil ik halen uit die andere foto. Nou, dat ga ik doen door een laagmasker te gebruiken. En dat doe ik met optie option of alt ingedrukt te houden en op laagmasker te klikken. Krijg ik zo een laagmasker, die helemaal zwart is. Dus ik zie helemaal die foto, die bovenste foto met die vinger, die zie ik eigenlijk niet meer. En dan gaan we gewoon stukjes intekenen die ik wil overnemen. Dat gaan we doen door een brush te nemen, door een brush te pakken, door een B te drukken. En die gaan we. Daar op dat zwarte gaan we dat intekenen. Dan gaan we even inzoomen. En dan pakken we gewoon de plekjes waar we die flare zien. En die gaan we overschilderen. Eigenlijk zo. En nu heb ik dus uit dat andere bestand het stuk gehaald wat ik wil gebruiken. Nou, prima. De overloop is best aardig en misschien net iets lichter. Maar dat is eigenlijk... Helemaal niet zo heel erg storend. Het past best wel aardig. Hier zat nog iets. Ik vind deze stam misschien een beetje rommelig. Hou het nu misschien wel heel licht daar zo. Dus laten we even wat het is gewoon. We zetten hier nog een paar pilletjes. Die hebben we ook in gaan tekenen. Zo, die zijn weg. En hier zo nog. Zitten hier nog een stukje. Zo. En je kan het doen met een flow van 100%. Dan teken je één keer en dan is het verdwenen. Maar dan is de overloop net wat minder. Dus ik heb nu een zachte brush. Zodat de randjes netjes, soepeltjes overlopen. Nou, gaan we even deze pakken weer erbij. Ho, oh, hé. Hey. Maar nu zien we dat hier begint een paarse gloed te komen. Dat komt voort uit die vinger. Dus daar moeten we even vanaf. Gaan we even nog steeds met de brush. Gaan we terug naar het zwarte toe. Door op X te drukken kan je dat switchen. En tekenen we even terug wat we niet willen. Zoiets ongeveer. Even terug naar wit. Net zo de stukjes pakken die wel. Nou, deze flare hier zo, die moeten we laten voor wat het is. Maar die is toch best wel klein eigenlijk, dus dat is niet erg. Zo. En dat is het eigenlijk. Deze stralen die hier zitten, wil ik heel graag houden. Die vind ik juist heel mooi. Maar alle andere flares die ik had in het beeld. Heb ik nu zo weg kunnen halen. En zijn eigenlijk niet meer zichtbaar. En je zou zo zeggen dat dit uit één foto is gekomen. Helemaal top, helemaal goed. Die gaan we opslaan. Zodat we in Lightroom nog een uh, vignet eraan kunnen toevoegen, mochten we dat willen. En dan is de foto wel af. Oké, okay, helemaal goed. Nou heb ik dus van een HDR-bracket die ik heb gemaakt, heb ik één belichting gemaakt zoals ik hem uiteindelijk wil. Eén HDR-bracket gemaakt waar ik mijn vinger voor heb gehouden. Heb ik hem zo ook goed belicht, zodat hij zoveel mogelijk gelijk is aan die andere foto? Die heb ik in Photoshop samengevoegd? En heb ik uiteindelijk dit resultaat? En daar ben ik heel tevreden mee. Dat geeft heel erg de sfeer weer van dat moment. Die lekker felle zonlicht, dat felle ochtendlicht, komt denk ik goed over in deze foto. En dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken. Uh, het is dus een heel handige techniek. Voor als je echt tegen de zon in fotografeert, gaat het eens proberen, gaat het gebruiken. Je hebt dus wel Photoshop nodig om dit te doen. In Lightroom gaat het helaas niet. Hartelijk bedankt voor het kijken. Volgende week is er weer een nieuwe vlog natuurlijk, en ik zie jullie daar graag. Ondertussen kun je mijn foto's bekijken op mijn Instagram en Facebook, of gewoon abonneren op dit kanaal. Dat kan natuurlijk altijd. Je kan altijd nog een print bestellen online en anders gewoon even liken. Tot volgende week. Au!